Misschien ken je het wel. Je staat voor een belangrijke beslissing en je komt er maar niet uit. Je ligt er wakker van. Nou, wat ik dan wel eens doe, is dan maak ik een lijstje met plussen en minnen. Nou, werkt dat ook, zo'n lijstje? Eigenlijk niet. Want wat gebeurt er? Uiteindelijk volg ik toch mijn gevoel. Weet ik diep in mijn hart al wat ik wil gaan doen? Durf ik de keuze niet te maken? En dan maak ik maar zo'n lijstje om mezelf gerust te stellen. Maar volgens mij, bij mij werkt het eigenlijk andersom. Het lijkt wel of de keuze er al is. En die keuzes, die optelling van die keuzes, die maken mij. Maar nu komt het. Zoals ik mezelf met mijn lijstjes voor de gek houd, zo gebeurt het in sociaal-wetenschappelijk onderzoek ook. Dus die zogenaamde rationalisering die we erbij zoeken, is ook maar een uitvlucht. Want hoe werkt het? Een wetenschapper heeft een hypothese. Nou, als die bewezen wordt met zijn onderzoek, dan wordt dat een mooi paper. En dan is dat de waarheid. Als het onderzoek zijn hypothese niet ondersteunt, wordt het gewoon weggegooid. Dat heet publication bias. Dus we zien alleen wat de wetenschappers aan mooie hypotheses bedacht hadden. En bedenk wat dit betekent. Want waarom komen onderzoekers tot bepaalde hypotheses? Nou, mijn angst, mijn stelling is dat bijvoorbeeld economen gewoon vanuit hun studie opgezadeld zijn met bepaalde idealen over de vrije markt, over een kleine overheid, over een soepel ontslagrecht. Daar zijn ze gewoon mee opgevoed. Kunnen ze ook niks aan doen. Maar ze gaan dus allemaal onderzoeken doen met hypotheses die daarbij horen. En wij zien alleen de onderzoeken terug die dat dan onderstrepen. En degene die dat niet onderstrepen, worden weggegooid. Net als mijn lijstje. Flexibilisering van de arbeidsmarkt is zo'n mooi sprookje wat decennia lang moest van het Centraal Planbureau. Die schreef dat voor, die legde dat op aan politieke partijen. Anders kwamen ze niet goed uit de doorrekening voor de verkiezingsprogramma's. Als je dat niet invulde, dan kreeg je gewoon een slechte uitslag van het CPB. Nou, wat kwamen ze vorige week met een onderzoek? Dat er te veel flexwerk is en dat we dat moeten terugdringen. D66 net zo goed. Jarenlang gepleit voor soepel ontslagrecht. En nu ineens moet er minder flexwerk zijn. Staat in het programma van D66. Hebben we dan decennia lang eigenlijk voor niks al dat naars over ons uitgestort gekregen? Ja, dat is zo. En ik denk wat er nu gebeurt met het populisme en zo is misschien allemaal niet leuk. Maar ik denk dat kiezers dat gewoon een beetje aanvoelen. En waarom? Decennia lang is er allemaal best wel naar beleid over ze uitgestrooid. Loonmatiging, flexwerk, minder overheidsdiensten, alles wordt moeilijker. Alles wat 30 jaar geleden normaal was, mag ineens meer of is ineens te duur. Terwijl toch het BNP in de tussentijd al lang is toegenomen. Niemand begrijpt het meer, maar het blijkt zogenaamd uit rationeel onderzoek dat dat zo is. Mensen voelen aan dat daar wel wat mee is. Nou, als nu blijkt dat al dat naars wat ze over ze uit is gestort, ook maar een soort verzonnen rationaliteit is met onderzoeken die vaak ook niet kloppen of die in ieder geval een verwrongen beeld van de werkelijkheid geven, geen wonder dat mensen boos worden. Conclusie, eigenlijk wat we allemaal altijd al wilden, namelijk meer baanzekerheid, een goed loon, blijkt gewoon ook goed voor de economie te zijn. Ik kan me best een beetje voorstellen dat sommige kiezers boos zijn.